Stichting Atelierbeheer Slak beheert en verhuurt werk- en woonruimte voor kunstenaars en culturele organisaties in de provincie Gelderland. Men had grootse plannen met het Seinhuisje in de Spoorkuil bij Bottendaal. Wat is de stand van zaken rondom dit markante gebouwtje? Vanavond ga ik vragen stellen over het Seinhuis. Het Seinhuis is al jaren niet meer in gebruik en dat zit in de Spoorkuil. En de Spoorkuil is natuurlijk een heel groot gebied tussen Bottendaal en Willemskwartier. En de bewoners hebben zich ingezet om dat op te knappen, om dat in gebruik te nemen. Wij zouden heel graag zien dat het om te beginnen wordt opgeknapt, dat het de monumentale status die het heeft, het staat op de aandachtslijst als cultureel erfgoed van de gemeente, dat daar recht aan wordt gedaan, dat het er weer feestelijk uit komt te zien. Voor het huisje zelf, het zou op iedere plek in Nijmegen belangrijk zijn. Voor ons hier in het groengebied, in de wijk, is het heel belangrijk om deze plek feestelijker te maken. We zijn nu 3 jaar bezig om hier een goede, leefbare, mooie groenstook van te maken. En zoals je ziet is het in deze staat echt een eyesore, een rotte appel in het gebied. Het Seinhuis staat al jaren leef. Dat is ook behoorlijk verloederd. Ziet er heel slecht uit. En dus bewoners hebben aandacht gevraagd bij NS en bij de gemeente om dat op te knappen en om dat te gebruiken. Het is ook op de aandachtslijst gezet voor monumenten, want het is toch wel een bijzonder gebouw. Ja, we werken al een tijdje samen met de Stichting Slak om het in gebruik te maken. Slak heeft afgelopen maand een oproep gedaan voor ideeën voor culturele ondernemers om dit in een culturele ontmoetingsfunctie in gebruik te nemen. Café, galerie, je kunt je daar van alles bij voorstellen. Er zijn heel veel ideeën binnengekomen, meer dan 50, er zitten hele bruikbare bij. Maar precies op dat moment dat eigenlijk dat tijdelijk gebruik wat het was zou kunnen gaan inzetten, want het tijdelijk gebruik bij de huidige eigenaar Nederlandse Spoorwegen. Net op het moment dat we daarmee wouden beginnen zegt de NS, oh nee, sorry, even wachten, we gaan het verkopen. We weten niet wat, het hele gebied, het huis, dat willen we eigenlijk nu weten. En als voorschot daarop hebben we als bewoners ook gewoon een bod gedaan op het gebied. Wij zeggen, als dit gebied groengebied blijft, wat wij willen, is de huidige functie in het bestemmingsplan, dan heeft het volgens ons geen waarde, anders dan voor ons heel veel symbolisch. Dus hebben wij daar een mooi passend bod bij NS voor op het gebied uitgebracht. Uiteindelijk gaat het om wat de bewoners, waar ze behoefte aan hebben. Dus het belangrijkste is dat daar iets gebeurt, dat het er mooi uitziet. En dat er ook toezicht is op dat gebied, want er spelen veel kinderen. Dus dan is het ook een stuk veiliger als daar eigenlijk de hele dag iets te doen is. Persoonlijk zou ik het een prima plek vinden om een kopje koffie te drinken bijvoorbeeld. Er kunnen ook heel veel andere activiteiten plaatsvinden. Ik bedoel, dat maakt mij niet zo heel erg veel uit.